Yo, what's up dames en heren? Vandaag is het zover. De Early Access van Forza Horizon die is nu online. Dus iedereen die de speciale editie heeft van deze game mag al een aantal dagjes eerder aan de slag ermee. Ik heb uiteraard de review versie van GameKings gekregen. En ik moet heel even vanaf het begin zeggen, ik hou helemaal niet van arcade racers. Echt helemaal niet. Ik heb ze vroeger helemaal grijs gespeeld. Dat zal ik je ook heel eerlijk zeggen. Niet Speed Underground, Project Gotham Racing. Wat nog meer? Burnout. Burnout was ook echt fantastisch. Maar al die games, ik was er op een gegeven moment gewoon klaar mee. En toen kwam daar in één keer Forza Horizon. En dan, naar mijn mening, Forza Horizon 4. Dat was wel echt de beste die op dat moment uit was. Niet gek natuurlijk wanneer het ook de laatste was. En dat heeft me zo in die gamewereld gezogen. Dat ik zo ontzettend enthousiast ben geworden over Forza Horizon 5. Ik heb inmiddels al tientallen uren erin zitten. Maar ik wilde jullie vooral deze opening laten zien van Forza Horizon 5. Omdat het denk ik een goed beeld geeft wat je kan verwachten van deze game. Dit is het eerste menu wat je te zien krijgt wanneer je game begint. Je kan kiezen tussen Performance en Quality Mode. Kies alsjeblieft voor Performance Mode. Want de Quality Mode is een 30 fps. Alright, here we are. Xbox Game Studios. A Playground Games Adventure. Niet vergeten dat Playground trouwens ook aan de nieuwe Fable werkte. Mexico. Home. The most beautiful place on earth. Where everyone is welcome. Together, we can explore the wonder and beauty of Mexico. Experience true freedom. Feel alive. Let's go together as friends. Next, my friend, one thing I have learned chasing the horizon, sometimes you just have to let go and enjoy the ride. Yep, daar gaan we jongens. Ik zal de game trouwens ook gaan testen voor de PC. Ik heb ook de PC versie. Er zitten toch wel wat haken en ogen aan, vandaar dat ik die nog even wat dieper wil testen. Maar voor nu, let's jump in. Drop it like it's hot. Lava, vulkanen. Allemaal exotische locaties zitten er allemaal in. En daar gaan we. Ik zal je alvast verklappen. Ik speel Forza Horizon met de Chase Cam, niet de Cockpit Cam. Het is een arcade racer, man. Mag allemaal. En wat een arcade racer. Hoe ziet deze game eruit? Ik kan dat trouwens heel even laten zien. Zo ziet hij van binnen eruit. Allemaal volledig gemodelde cockpits, maar niet interessant toch? Kijk, en dit is waar Forza shined. Deze craziness. Over de top. Vette muziek, vette auto's. Mooie locaties. En vette stunts. Is Forza de perfecte arcade racer? Ik denk het wel. In ieder geval wel voor mij. We go. Making new friends, eh? You go enjoy yourself. I have to go make another delivery. Dit is ook een juweeltje hoor. Chevrolet.
watching. Lovely day for a drive. Tierra Prospera. Kijk dan. Kijk, en dat was het ding met Forza Horizon 4. Geweldige game. Maar, ook om heel eerlijk te zijn. Weet je, het Britse landschap, grauwe kleuren. Ik vond het niet heel cool. De omgeving, laat ik het zo zeggen. Het zag er prachtig uit hoor. Vooral het stedelijk gedeelte. Maar dit is veel beter. Not even close. En je gaat dus ook vaak genoeg de strijd aan met dat soort gekke dingen. In dit geval een vliegtuig. Het is niet ongewoon hier in Horizon. En wat stuurt het ook heerlijk. Ligt wel echt aan je auto hoor. Dat moet gezegd worden, maar die game laat zich heerlijk besturen. Zandstormen zijn absoluut een ding. Ik heb er nog niet op de overduidelijke gebrek aan zicht na. Nog niet echt nadelen ondervonden van een zandstorm. De jungle ziet er al helemaal prachtig uit. Vette auto dit trouwens ook hoor. Thunder in the jungle. Kijk dan. Dit is toch insane. Weet je, en ik weet niet of je een headset op hebt wanneer je deze game speelt. Maar ik heb die officiële Xbox headset met Dolby Atmos. Sound design is ook gewoon weer top-notch. Playground Games is echt een fantastisch studio. Natuurlijk ook met de ondersteuning van Turn 10. Die werkt aan Forza Motorsport 8. Forza Motorsport 8. Deze is uiteraard cross-gen, komt ook uit op de Xbox One. Forza Motorsport 8 komt alleen voor next-gen. Die engine krijgt als het goed is ook een complete overhaul. Misschien is het de nieuwe, dat weet ik niet, denk ik niet. Maar als je dit al mooi vindt, kan je nagaan. Dit is nog een cross-gen engine. Als we straks echt volledig overgaan op de Forza Motorsport 8 engine. Waarschijnlijk in Forza Horizon 6. Durf ik me niet eens voor te stellen wat we voorgeschoten krijgen. En het mooie van deze game is ook nog wel. Je hebt natuurlijk de drivatars. Dat is leuk. Zorgt voor een stukje herkenbaarheid van ook je vrienden in deze online wereld. Maar ook de verschillende moeilijkheidsgraden. Er zitten echt voor iedereen wat bij. Waardoor het altijd uitdagend blijft. En je kan het helemaal aanpassen hoe jij het wil besturen. Wil je iets meer realisme? Dat kan. Wil je in de cockpit zitten? Dat kan. Wil je er met een stuur spelen? Ja, dat kan ook. Ik heb een stuur. Ik speel het liefst met de controller. Flamingo's. Highway to Horizon. Baja, California. Ik ben hier geweest. In Cabo San Lucas. Dat zit in California. Mexicaanse California natuurlijk. Kijk deze Mercedes, jongen. Oi, 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 oi. Yes, vamonos. Let's do it. Deze auto ligt zo strak op het wegdek. Niet normaal. Ik heb in mijn eigen save game heb ik ook een McLaren Senna, die auto. Volgens mij was dat de auto van Forza Motorsport 7 of Forza Horizon 4, dat weet ik heel even niet meer zeker. Maar wat een gruwelijke bak is dat ook, joh. En we gaan zo hard, ik hou echt de control stick volledig naar rechts in. Massive onderstuur. Hoort er natuurlijk wel een beetje bij.
I don't care, man. We're gonna beat them. Iedereen beat deze. Dit is de intro. Kijk, en hier zijn de concurrenten. Yes! Forza Horizon 5 is upon us. Join the Horizon Festival. En nu krijgen we met de meest cringe stuff ever te maken. En hier laat ik het ook gelijk bij. Want dit is echt verreweg het meest negatieve onderdeel van de game. Alles wat met mensen te maken heeft, elke cutscene, is zo ongelooflijk cringe. Skip dat gewoon. Hoef je ook geen aandacht aan te besteden. Het gaat om het racen. En het racen is excellent. Jongens, dit was een kleine sneak peek van Forza Horizon 5. In 4K op de Xbox Series X in de performance mode. Ik ga de PC nog, de PC-versie dus nog wat verder checken. Wat ik al zei, ik heb wat performance problemen ermee. Misschien is dat ook iets waar ik over moet rapporteren. Maar eerst even uitzoeken of het niet aan mij ligt natuurlijk. Die video krijg je waarschijnlijk later nog. Dat is in de ultra wide. Die game draait in 144 fps. Het is echt fantastisch. Dus dat komt nog wel. En voor nu, bedankt voor het kijken. Vond je dit nou een leuke video? Vergeet dan niet die duim omhoog achter te laten. En vergeet ook zeker niet te abonneren voor meer gaming video's. Voor nu, bedankt voor het kijken. Heb je zin om met mij Forza Horizon te doen? Join dan onze Discord. En daar gaan we vaak genoeg nog live met Forza Horizon 5. Dat rijmt. En ik wens jou nog een hele fijne dag verder. Later!